De mooiste periode van het jaar is weer aangebroken. En nou heb ik het niet over kerst. Ik heb het niet over de gezellige decembermaand. Nee, ik heb het over Temptation Island. It's the most wonderful time of the year. Week na week gaan er weer een aantal koppels naar Temptation Island. Dan gaan ze daar proberen verleiding te weerstaan. Vandaag ga ik reageren op Temptation, omdat het kan. Mensen vinden het leuk, mensen vinden het grappig. Dus dan denk ik, kom op dan. Let's do it. Nou ben ik geen Temptation Island kijker. Niet dat ik elke dag aan de buis gekluisterd zit, wachtend op een nieuwe aflevering. Maar daar ben je uit. Want zo heb je de mening van een objectieve kijker. Ik heb nog exact niks gezien van dit seizoen. Het enige wat ik wel weet is dat het een beetje anders is dan normaal. Kijk, normaal gesproken was dit heerlijke programma waarin koppels naar een eiland gingen. Daar waren allemaal lekkere mensen. Die gingen die dan verleiden en ze gingen eigenlijk dan vreemd. Oh, ruzie. Maar nu is het anders. Dus hebben ze love or leave. Live, love, love. En dan hoor ik je denken, ja, wat is dan naast de naam verschil? Nou, voorheen waren de verleiders of verleidsters alleen maar bezig met seks. Ik ga denk ik die gast pakken en dan laat ik hem denken dat ik helemaal verliefd op hem ben. En dan uiteindelijk gaat ze relatie aan de kloten en dan daarna ga ik ook bij hem weg. Het was gewoon ordinair vreemd laten gaan en drama creëren. Maar sinds dit jaar gaat het om daadwerkelijke liefde. Want de verleidsters en de verleiders zijn ook op zoek naar ware liefde. Voordat we verder gaan, moet ik jullie meedelen dat het nog steeds Kelsember is, de maand waarin ik elke dag upload, zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Vandaag is dat aantal dit. Dus like je helemaal de pleuris. Wil je nou een gratis hoodie winnen? Dat kan. Reageer je Instagram en volg mij op Instagram. @kofijn. En als je dat doet, maak je kans op een gratis hoodie. Ik geef er elke dag één weg. Let's go! Verder met de video. Even kijken, er zijn nog meer verschillen. Op elke kamer hangt een hart. Als dit hart gaat branden, betekent het dat er innerlijke vuur brandt bij de ander. Oké. Okay. Verder is het jaar een fotolijst, een soort van Tablet of Terror. Hier krijgen ze afbeeldingen of beelden te zien van de ander. Maar gaan we gewoon loeren. Er was één punt dat ik haar aanzoek wilde doen. Maar toen kwam ik erachter dat ze contact had met een ander. En dat deed me best pijn. Oh, deze guy is zo aandoenlijk. Fucking cute! Normaal gesproken is dit het moment waarop ik zeg, oh, deze vrouw is echt knap. Nu zeg ik, deze guy, oh my god. Hij is wel echt kut voor hem. Op Temptation Island moeten we elkaar bewijzen of we meant to be. Voor elkaar zijn. Ik denk van niet. Ik zet mijn geld in op nee. Daar ben ik gewoon eerlijk in. JD en Sonny. Kaitje! Dit vind ik wel prachtig. Kai Gorgels. Monica Geuze. De sterren van de show. Waarom doen jullie mee met Temptation Island? Ik denk onze relatie. Kai, wat dacht je? Ik doe gewoon lekker lang broekje aan. Alsof je in Rotterdam rondloopt. Maat, je bent op vakantie. Ik wil die zwembroek zien, maat. Het slaat toch nergens op? En toen kwam dit op ons pad. Dat is volgens jou... Monica, je ziet er toch prachtig uit. Ja, Monica ziet er echt uit als een superster. Kai daarentegen staat ernaast alsof hij naar een voetbalwedstrijd aan het kijken is. Maar goed, hè? Verschil moet er wezen. Dus daar wil ik antwoord op van, zijn we daar klaar voor of zijn we daar niet klaar voor? Kleine lipbite van Monica. Kom maar door hoor, hè, Monica. Stel je voor dat een van die mannen gewoon zegt. Ja, luister, ik ben hier gewoon, want ik ben eigenlijk verliefd op Monica Geuze en... Best wel afhankelijk van me. En er maar niet uit, dat doe ik alle liefde. Maar het is ook wel fijn als ze de eigen mannetje... Dan denk ik niet dat Temptation Island de beste manier is. Als ik ervoor zou willen zorgen dat Nina wat meer haar eigen vrouwtje zou staan, zou ik gewoon zeggen, schat, ga maar 3 maanden lekker op reis. Zoek het maar uit. En je wordt maar een vrouw. Ik moet wel zeggen, ze hebben wel echt knappe stellen. Kijk eens aan. Oh, yo, wacht even. Wait. Zag ik daar nou een bekende? Oké. Carré Al... Is that you? Carré Albers. Bekend van... Ja, sorry, kakblakker Jelly in the house. Of dit. Wat? Ik wil niet herkend worden, ja? Maar natuurlijk ook bekend van dit. Now nobody can tell me I'm pretty. Oh. Dit is leuk. Voor het eerst dat ik Temptation kijk en dat ik een verleidster gewoon ken. Kom op dan. Dit wordt prachtig. Ik had het minder verwacht. Dus nu is er alleen nog maar meer keuze om de fout in te gaan. Gregory, ik weet niet wie je bent, maar jij bent wel een realistisch mens. Blijf positief. Dat is echt het beste. Paniek. Blijf positief. Ja, luister. You signed up for this. Let's do this, man. Cheers on the fucking 2 weken. En we geen vrouwen die ruzie met ons maken, maar vrouwen die ons alleen maar willen. Ja, man. Oh, bro. Zulke dingen moet je niet zeggen op Temptation. Dit is een slecht voorteken. Ik heb dan al een paar dozijn uit elkaar getrokken. Weet je, dat moet ik sowieso vanuit in mijn kist leggen. Deze man is gewoon niet slim. Ha! Waarschijnlijk denkt hij dat de cameracrew weg is, dat het niet wordt opgenomen, maar je hebt gewoon een microfoon. Ik vind het heerlijk als die gasten zo mans doen. Zeg maar, op het laatste kampvuur wil ik haar wel, zeg maar, natuurlijk vragen. Dat is de plek. Ik heb een ring bij me, man. Ik zeg, ik heb een ring bij me. Ja? Heb je ook een ring bij je? Hé, hey, jongens, wat is dit allemaal? Gaan we trouwen in één keer? Ja, wel cute. Ik ga wel gewoon trouwen. Kan iedereen vertellen, dat gaat niet gebeuren. Ze gaan daar wel echt heen met een plan. Want als je dit overleeft, kun je alles aan. Maar dan moet je het wel overleven. En ik heb ergens het gevoel alsof dat nog lastig wordt. Dat is hetzelfde.
Precies dezelfde. De productie heeft ze gewoon een ring gegeven. Ja, gewoon trouw. Oké, ja, ik heb een ring voor je. Ik ben het enige hoor. Ik vind het wel echt prachtig. Oké, we onderbreken deze video even voor een mededeling. Ga jullie gewoon even neerzetten, jongens. Kan mij het allemaal schelen. Zoals jullie misschien wel weten, is er een Kelsemmer intro tune. Die heb je gehoord aan het begin van deze video. Sterker nog, die heb je gehoord aan het begin en eind van elke Kelsemmer video. Mocht je nou denken, ah, die tune vind ik best wel hard. Dat kan ik me voorstellen. Dan staat er een linkje in de beschrijving waar je me kan checken. Waar je er gewoon helemaal loose op kan gaan. Ik zou zeggen, ga het vooral even checken voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Kon bij elke comment gaan reageren, maar een beetje voor werk. Dus ik dacht, ik doe het gewoon één keer in een video. Klaar, in de beschrijving. Check hem en geniet ervan. Verder met de video. Gaan we een beetje Italiaans leren vandaag? Of, Hoe je dat? Ja. Hoe zeg je ik wil je in het... Ti voglio. Hoe? Ti voglio. Ja, is dat zo? Yeah. It's happening. Er wordt geflirt. Er wordt gechilled. Tu voglio. Tu voglio. Tu voglio. Klinkt als iets wat je gewoon bedenkt in het Italiaans. Jij is het echt Italiaans? Ja. Ik kan niet Italiaans. Ja, ik had echt niet verwacht dat de avond echt zo ging lopen. Vooral de eerste avond. Ja, waar de fuck zijn ze? Ja, daarom. Oh, ik word niet. Ja, dat hoor ik echt vaker. Meestal past het niet. Eerste avond, meteen gaan. Nou, dan weet je dat je een stevige relatie hebt. En ik hoop gewoon dat hij een leuke tijd heeft. Ja, ik hoop ook echt dat Sorelle zich wel... Terror of terror! Deze chick rechts is dus de vriendin van Gregory die net ging catchen op de eerste avond. Tranen komen eraan, ik voel het aan alles. Nee, ik durf. Let's hope it's a good thing. Jawel, let's hope it's a good thing. Nou, ik denk niet dat Gregory nou een liefdesbrief aan gaat voorlezen. Ik heb het gevoel dat het een beetje pikant wordt. Het begon bij mij wel een belletje te rinkelen van oké, we gaan beelden zien. Of het leuk is, dat weten we natuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet! Het is Temptation Island. Hij kijkt gewoon rustig naar die beeld, toch? Waarom zit ze op zijn kamer? Lijkt de vrouw. Hij heeft mij niet in zijn hoofd. Nee, niet de tranen. Ik kan er niet tegen. Huilende vrouwen. I hate it. Dat is echt een man die echt twee vrouwen aan het huilen maakt tijdens prankhuisserie. Wajo. Oh nee, schat. Dat is hij. Eerst ons gewoon op uiterlijk. Ja. En dan moet ik wel eerlijk bekennen dat jij dan wel van alle dames qua uiterlijk denk ik wel het meest mijn type is. Er klopt iets niet aan hem. Ik kan het niet helemaal onder woorden brengen. Maar er is iets aan deze man wat niet helemaal... Ik voel hem niet. Dus dat is een meisje die wel wat kan hebben aan mijn feedback. En die ik ook zeker zou kunnen ontplooien en daar zie ik wel wat in. Ja, het is zo'n vent die dan... Hij zegt ook... Ja, zij staat in de bloei van haar leven. Met andere woorden... Ik ben oud en wijs, volwassen. Ik weet wel hoe het gaat, hoor, hoe de wereld in elkaar zit. Het is zo'n vent. Zo'n soort, ik wil niet zeggen dominante man, maar hij heeft zichzelf een soort van verheven op een soort wijsheidsniveau. Ik kan haar nog wel bijbrengen hoe het leven in elkaar steekt. Bro, je bent gewoon een random guy. Ik denk zeker dat Sonny en ik wel meer gesprekken kunnen gaan hebben en dat het best wel leuk kan worden. Evi, 21. Hoe kan het dat al deze chicks lijken gewoon... Ik ben 3 jaar ouder dan Evi. Als ik Evi zou tegenkomen, zou ik denken, oké, ja, dit... Ik voel me echt een klein jongetje bij haar. Ik heb het idee dat ik haar met u moet aanspreken. Het heeft misschien geen betekenis, maar ik heb haar naam getatoeëerd hier. Het heeft misschien geen betekenis, maar ik heb haar naam getatoeëerd. Haar naam, dat heeft dan toch betekenis? Zo mooi dat mensen gewoon soms woorden zeggen zonder dat het ergens op slaat. Nou, dat ze het ring was gegaan, vond ik wel dat ze haar naam moest zeggen. Oh nee, maar dat is een goede oplossing. Ja, absoluut. Wie denkt zo? Oké, schat, ik heb er even over nagedacht. Dat vreemdgaan vond ik niet leuk. Niet meer doen. Maar je kan het goed maken. Tatoeëer even mijn naam op je. Oké? Misschien moet je gewoon met elkaar praten, vertrouwen en mis je iets in je relatie of zo. Moet je daarover hebben en niet gewoon een tattoo aan. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, het hartje is aan. Ik dacht al, dat is iets een spook of zo. Maar... Dus als er intimiteit is bij de andere partner, dan gaat die aan. Mijn hartje. Niet huilende vrouwen! Ik zeg het toch, ik wil geen huilende vrouwen zien. Ik het geluid al van een huilende vrouw. Fire away. Ik zie hier gewoon een of andere vogeltjesdans. Ik snap het idee van het hartje niet echt. Kijk, laat ik het zo zeggen. Dansen met een andere vrouw, grijs gebied. Schuren, grinden, daggeren. Oké, ja, weet je, gooi die lamp meteen aan. Dit is gewoon een soort volksdans wat hier gebeurt. En dat lampje gaat aan, maar deze chick denkt natuurlijk nu meteen... Oh nee, daar gaan ze. Ze doen even standje 69 op elkaar, dat kan niet anders. Dat is zijn favoriete standje, dat doet hij nou op haar. Zij denken natuurlijk allemaal crazy shit. Maar goed, wie ben ik om te oordelen? Blijkbaar is een vogeltjesdans ook voldoende. Ja, het is leuk dat Sonny maar de knapste meid van de villa vindt. Ja. Rosanne, 33. Kijk, daar kan Sonny wat mee. Een rijpe vrouw. Pop! Sonny zei ook tegen mij dat hij mij een van de knapste dames vond van de villa. Maar hij heeft verder ook niet echt meer tegen mij gepraat. Dit bedoel ik dus. Ik had al slecht voorgevoel bij Sonny. Dit gaat gewoon verkeerd. Jij gaat jezelf tegenkomen en dan denk je, godsamme, wat een kutzooi. Ellende. Zelfzeker, maar ik kan niet zeggen dat ik altijd wel leuk man.
ik heb wat te bieden. Je kunt hem vallen, okay. Je kunt hem bieden. Mag ik en dan waarschijnlijk ga je met mijn reisje de wereld over. Dit is niet de manier, man. Dapper. Dat is het enige woord wat ik kan vinden. Hij is lam en dan wordt hij dapper. Ah, joh, ik maak elke vraag en mijn reis waarschijnlijk de hele wereld over. Nou, niet per se heel sympathiek. Op tv. Ja, Rosanne is een dame die ik wat kan bieden. Dus ik denk dat dat nog wel gevaar wordt. Sonny, wat bedoel je? Wat is dit voor abracadabra? Het is een diepere laag. Snap je alleen maar als je volwassen bent. Dat gaat dieper dan alleen... Snap je? Ik zou jou kunnen onderhouden. Zeg je niet. Een soort oerinstinct. Ik ben de man en ik moet voor de vrouw zorgen. Oké, is goed. Je maakt het programma nu al fantastisch. En jullie weten ook dat ik nooit zonder reden kom. Mm. Kaylee, kom er maar in. Mamacita, mamacita. Ja, het was PC awkward. Maar goed, ze is wel lekker. Kaylee, ziet er prachtig uit. Ja, dat was een raket die daar binnenkwam. Sorellis, ik vind hem wel hard. Ik weet niet waarom. Ik vind hem gewoon nice. Ik hoop echt dat dit gewoon goed komt. Hang on, ik weet dat het al gefilmd is. Maar hang on! De energie die binnenkwam, die vond ik heel leuk. Vond ik spontaan. Nee, je vond het gewoon lekker. Het is alles aan het omvormen zijn naar sociaal acceptabele woorden. De energie die binnenkwam, die vond ik... Lekker! Geil! Pittige dame met een heel sterk karakter. Sterk karakter? Je hebt haar net zien dansen. Ze kan gewoon dansen en ze is knap. Sterk karakter, oké. Okay. Ik ben 29 en ik ben danseres. Lekker Kaylee, oké. Ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn tot nu toe nog geen heel extreme dingen gebeurd. Maar misschien komt dat nog, dus wil je dat ik nog een keer ga reageren op Temptation Island? Laat het dan weten in de reacties. Like deze video, want bij zoveel duizend komt er morgen weer een nieuwe. De groeten, Mazzel. Ei.